En hij ziet zijn vriendinnetje hoor. Nou, dat moet nog gebeuren. Vastnaaien. Precies. Maar, dan vraag ik me af, gaan jullie dan ook trouwen? Nee, maar zonder de kussen. Ja. Jullie gaan trouwen, maar zonder de kussen. Ja, maar hij houdt het niet van kussen. Sneeuwvlog. Ik ben Jesse. Ik ben Sam. We zijn de Bakkertjes. Yes, en vorige keer zijn jullie naar het toernooi geweest. Ja. Het judo toernooi, want jullie zitten op judo. Ja. En daar hebben we een vlog van gemaakt. Maar nu hebben wij een examen. Ja. En wat houdt het in een examen? Want jullie hebben een witte band. Met wat voor kleur hebben jullie? Dan krijg je een slip op een nieuwe band. En welke band krijg ik? Ja, welke kleur hebben jullie nu? Welke slipkleur hebben jullie nu? Ik krijg groene. Dus Sam krijgt oranje. Ja, een slip is een stukje, een band is helemaal. Maar kijk, een band is wel helemaal geel of helemaal rood. Okay. Of bij banden is het geel, oranje, groen, blauw, bruin, zwart. Een hoop kleuren dus. Okay. Hey, we gaan er zelf door, want kijk, we moeten naar 4 uur zijn en het is 7 minuten voor. Je hebt nog eerst wit. Ja, je begint met wit. Hey, maar luister, en wie is er nog meer? Want vorige keer hebben we bij Party Pipalo hadden het over jouw vriendinnetje. Wie is jouw vriendinnetje? Katie. En wie zit er ook op judo? Katie. Dus jij gaat zo direct Katie zien? Ja. Ja, nou kom, laten we snel gaan dan. Go, we hebben haast. En ren. Dat kan, Halle. Oké. Halle. Hey, hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Wat denken jullie? Gaan jullie... Zo dikke gaaf, hallo. Yes, jullie moeten wel goed jullie best gaan doen. En wat denken jullie dat jullie de volgende slip gaan halen? Of? Ja. Ja? Zijn jullie zo goed dan? Ja. Oké. We willen soms niet zo goed. Dus als ik naar jullie leraar ga, naar leraar Bas. En ik vraag hem Bas, ik zeg Bas. Doen Jesse en Sam eigenlijk een beetje goed luisteren of doen ze veel ouwe hoeren daar zo? Wat zegt hij dan? Soms wel ouwe hoeren. Soms wel en soms ook niet. We hebben weer een beetje haast, want we hebben nog maar 2 minuten. Ja. En bij judo leer je een paar dingen, dat is hygiënisch, altijd schone kleren. En je leert ook discipline, dat betekent op tijd zijn. Ja. Zijn wij wel eens op tijd? Nee. We zijn echt altijd te laat. Kijk eens wie er is, kijk eens wie er is. Wie is dat? Katie. Nee, dat is ze. Daar is ze. Wie is dat, Sam? Zag Katie bij de raam. Oh, nou we gaan heel snel omkleden, we hebben nog 1 minuut. Echt? Ja, Katie. Wat zei je nou? Ik wacht op jou al uren. Zit je al uren op? We zien jou net aankomen lopen, dus jij zit te liegen tegen ons, hè? Okay, en wie zijn er weer als laatste? Wij. Oké, nou, ren. Kom. Bovenste. Kom eens, wat is boven jou? Onderste. Dan is dit. Ja, en ren. Knop. Ja. En dan ga ik. Oh, wat dan? Hij is bezig. Oh, sorry. Sunshiny, Ren. Dankjewel. Ik wil beginnen met een tikspel. Een tikspel is dadelijk een van de leukere tikspellen die er is. Ben je dadelijk getikt op deze mat? Ja. Dan ga je zo snel als je kan naar mij toe. En dan maak je een judo-worp die je wil. Jouw favoriet, jouw beste judo-worp die je kan. Ja. Wow, goed zo, Sam. Jesse snel erbij. Oh, yes. En Sander ook. Raadsel wat ik heb. Dit dier gaat vaak mee op de piratenboot. Dus die hoort daar niet echt. Maar die klimt er dan stiekem in, want hij kan heel goed klimmen. Ook in zeilen en masten, bomen. Hij is bruin van kleur. Ik bedoel vaak de kleine variant. Je hebt ook groot hoor. Ik bedoel een kleine. Je zegt is dol, variant. Dol op, ja, maar dat is geen dier. Is dol op bananen. Als je hem weet, doe de vinger de lucht in. Oh. Aap. Als een aapje dadelijk. Okay. Handen en voeten als een aapje. Je mag gek als kop maken. Voor elkaar. Je mag zelf mooie trucken laten zien. Yes. Ik ben een
Ik zorg ervoor dat ik met mijn neus en ook met mijn tenen naar de mouw toe ga staan. Eigenlijk alsof ik op een skateboard spring. Mijn dichtstbijzijnde voet, de eerste, daar ga ik mijn hak. Dus die bal, die voet, die grote. Ja, die ken je, je hak. Dat je die achterna gaat haken. En dan kijk ik over de schouders. Probeer ik, hè, over de schouders van Jesse even te kijken. Ik ga haken. Mouw hou ik vast. Vrije hand slaat hij af. Met z'n tweeën, dank je. Maar ik toch help hem mee, hè. Dat is wel vriendelijk. Kom jij oefenen? Wil jij oefenen? Ja, dat is goed. Het vriendinnetje van Jesse is er ook. Oké. Ik ga met hem in de Jij gaat goed staan. En hij ziet zijn vriendinnetje hoor. Nou, hij staat recht, kom maar. Op je skateboard staan. Je weet niet wat je moet doen. Deze ga je niet doen. Heb je niet opgelet? Je moet wel opletten, vriend. Ik kan wel goed opletten, maar dit is een moeilijke... Oké. Dus je hebt gewoon niet goed opgelet. En nou word je hem afgeleid door je vriendinnetje daar zo. Wat zei je? Dan pak eerst van jullie, pak hem vast, help hem mee. Ga bezig zijn, joh. Eerste been, iets dichterbij. Je moet tegen zijn been, tegen zijn knop van de band aanstaan. Ja, goed zo. Ja, jouw band eigenlijk. Ja, goed zo. Jouw been gaat, als jij niet breed staat. Breed. Ja. Deze is zo breed. Okay. Niet binnen door haken. Laat zien. Ja, laat jouw hak achterna. Dus dit is jouw hak. Ga je die haken? Ja. Haken. Welke kant zou je doen? Sturen. Mouw vasthouden. Katie, doe je een beetje voorzichtig met mijn zoon? Ja, ik gooi gewoon mijn zoon op. Voorzichtig, want hij is mijn vriend. Ik heb 100 jaar. Ik zal geduwd niet. En ik kan niet meer. En. Zit je nou op mijn billen te slaan? Hij is een monster! Kiki! Kom! En ik speel met zijn broer Pikachu. Ik ben stopjes. Jesse zit alleen maar stiekem met zijn vriendinnetje Sjans. Jesse heeft sinds kort een nieuw vriendinnetje, Sarah. Jesse, je moet wel goed op judo letten, niet op je vriendinnetje. He? Oh, hij ligt al. Oh, Sam is verdrietig. Kijk even goed. Dan weet je dadelijk wat je moet doen. Met z'n tweeën. Hij luistert niet zo goed, kinderen. Hij is een beetje... Ja, ik ga helemaal niet kijken. Nou, hou hem stevig vast. Ik ga! Zijn jullie begonnen? Het is een wildponnetje. Ja, jullie begonnen. Ik ga het vertellen. De bedoeling is nu proberen los te wurmen. Probeer eruit te komen, je handen probeert vast te houden. Oké, doe je best, Jesse. Hou vast, Katie. Even draaien. Jesse, doe je best, kom op. 9. Hey. Auto-train. Jesse. Auto-train. Jammer dit, Jesse, jammer dit. Pikachu. Ja, start. 2. Probeer eruit te komen. 3. 4. Rollen. 5. Katie moet eruit komen, hè. Goed gekomen, rollen. Help vast, Jesse. Draai. Ik heb een auto. Nee, en op zijn buis. 10. Katie, je deed helemaal niks. Katie, best mag hullen. Katie, je deed helemaal niks. Tegen elkaar aan. Ja, je moest het toch uitwurmen? Ja, maar hij deed niet goed. Hij deed niet goed? Nee, hij deed zo voor alles door Keren. Oh ja. Keren, kom even rechtop zitten in de hoek zitten. Vooraf voor mij. Dank voor het enthousiasme en de inzet. Dus applaus voor mij en misschien ook voor vader en moeder voor jullie. Allemaal. Jee! Oké, we gaan dan naar het officiële gedeelte. Naar voren wil ik hebben. Voor de oranje slippen. Voor Katie. Katie! Gedaan, dame. Deze twee kunnen erbij. Alsjeblieft. Yes. Ook voor Sam. Sammetje! Goed gedaan, jongen. Ja! Ik ben het niet zeggen. 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 Ik ben het niet
Sam, kind is net zo gek als jou. Ja, moet ik nou juist gooien? Wat moet je dan maar gooien? Je moet eens gooien, jongen. Aan jou staan, aan jou staan. Nee, jou staan, oké. Eerste foto is dadelijk de kaas. Maar als je kaas zegt, dan sta je met open mond op de foto. Dus cheese. Kijk goed naar de camera's. Cheese! De derde is een joepie. Dan ga je mensen met heel veel geluid. Dan ga je juichen, ja? Handen de lucht in. Yeah! Oké. High five. High five. Zo moet je altijd. Ik heb een naaimachine, ik weet hoe dat moet. Oh Sam, dan geeft die straks maar aan Katie mee. Katie kan ook goed dat naaien. Ja. Naaien. Ja, ja naaien. Ik heb een naaimachine, knechten. Heb jij een naaimachine? Ja, echt waar. Heb ik gekregen van Sinterklaas, knechten, van 8 jaar. Je hebt van Sinterklaas een naaimachine gekregen? En ik ben er vandaag nog mee begonnen, voor de eerste keer. Ja. Met mijn oma. Sam, vorige keer hè, toen had je het samen met Party by Pablo en Love Beat over Katie gehad en dat jouw vriendinnetje was. Ja, want ik met Katie, ja, natuurlijk. Sam, maar vind jij Katie een beetje leuk? Ja. Ja? Ben je een beetje verliefd op Katie? Ja. Ja? Ben je een beetje verliefd op Sam? Ja. Ja? Maar, dan vraag ik me af, gaan jullie dan ook trouwen? Nee, maar zonder de kussen. Ja. Jullie gaan trouwen, maar zonder de kussen? Ja, maar dan houdt het niet van kussen. Oké, dan doen we het even zo, hè. Dan ben ik zo die priester of pastoor, weet ik hoe het heet. Ja, dan mogen jullie elkaar de rechterhand geven. Nou, geef elkaar eens de rechterhand. Het is de rechterhand. Dat is de rechterhand, ja. Ja, Sam is je linkerhand. Andere hand, Sam. Andere hand. Ja? Geet dan, ja? Ja. En dan neem jij Katie tot jouw wettige echtgenoot? Moet je zeggen ja? Ja. Katie, neem jij Sam tot jouw wettige echtgenoot? Ja. Ja, nou Sam, kijk eens. Dan mogen jullie de bruid kussen. Ik hou niet van kussen, oké! Okay. Mag ook een knuffel, hoor. Een knuffel dan, knuffel. Ja, knuffel. Gaat hij maar zitten schoppen. Nee. Ga je aanstaande vrouw knuffelen? Knuffel. Ja. Hoe vonden jullie het examen gaan? Leuk. Ja, zijn jullie helemaal trots dat jullie gehaald hebben? Ja. Ja? Hey, nou, Jesse die is erachter nog bezig, want die gaat nu met zijn eigen club verder. Hey, als mensen dan nog geen abonnees zijn, ze hebben deze video gekeken, ze vinden het leuk en ze zijn nog geen abonnee. Wat moeten ze dan doen? Abonneren en op wat? Een belletje drukken, duimpje ook. Ja, en een? Actie, oh, dat is leuk. Goed gedaan, meisje. Jongens, wij zeggen maar dikke doei. Doei, en we zijn beste vrienden ooit, want wij kunnen als het best. Toch zijn? Ja. Maar we zijn beste vrienden ooit. Maar we zijn niet kussen. Nee, ik kan niet zo van kussen.